De VHP is van oordeel dat elke vorm van dialoog die kan helpen om de huidige crisis tot stand te brengen en daarna terug te komen op het pad van herstel, aangegrepen moet worden. Vooral wanneer het gaat om projecten waarbij de regering voornemens is een schuld aan te gaan van $1.8 miljard, is het goed om uit eerste hand te vernemen wat de plannen zijn, hoe deze uitgevoerd zullen worden en hoe de partijen input kan leveren. Dit staat onder andere in een verklaring van de VHP naar aanleiding van de hearings die de regering afgelopen zaterdag had met politieke partijen. Volgens de VHP dragen deze besprekingen bij tot de broodnodige transparantie die er van de regering geëist wordt. Het gaat tenslotte om de zoveelste hypotheek die genomen zal worden op de toekomst van de Surinaamse natie. Dus is er hier geen ruimte voor enge partijbelangen en zullen wij het belang van het Surinaamse volk voorop moeten stellen. Aldus de verklaring. Nadat de regering de inzichten vanuit deze hearings in de plannen en projecten heeft meegenomen, zal zij die inderdaad moeten voorleggen aan DNA, omdat daar het debat gevoerd zal moeten worden, alvorens te komen tot concretisering en uitvoering van de plannen. De regering is daartoe zelfs wettelijk verplicht, de VHP. De regering is daartoe zelfs wettelijk verplicht. De VHP is als politieke organisatie bekend met de plannen en de mate van uitvoering van plannen door deze regering. Het bleken steeds mega-illusies te zijn. Onvoldoende doordachte en doorberekende projecten met een grote mate van corruptie, gevoeligheid. Goede projecten die uiteindelijk mislukken en verworden tot ordinaire njangpatoes. De VHP wenst realistische projecten op basis van de noden van het Surinaamse volk. Aldus de verklaring van de VHP naar aanleiding van de hearings die de regering had met de verschillende maatschappelijke en politieke groeperingen.